Surinaamse oliemaatschappijen actiever bij natuurbehoud. Staatsolie en GoTo zullen de komende 3 jaar een actievere rol spelen in het helpen behouden van de natuur. Dit zullen de bedrijven doen door inzet van financiën, hun netwerk en kennis. De focus zal zijn op projecten die op een effectieve en verantwoorde wijze de natuur inzetten voor gestadige groei van de Surinaamse economie, zegt staatsoliedirecteur Rudolf Elias. Staatsolie en zijn dochterbedrijf GoTo zijn partners van het Friends of Green Suriname programma van Conservation International Suriname. Deze partnerschap is bekrachtigd op 13 juni 2018. Beide bedrijven vinden duurzaam omgang met de natuur essentieel en leveren door deelname aan het VOGS-programma een concrete bijdrage hieraan. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.